Hallo allemaal, welkom. 25 mei vandaag en we gaan eens naar de weerkaart kijken zoals die vandaag en de komende dagen ervoor ligt. Er is eigenlijk niet veel veranderd ten opzichte van gisteren. We kunnen nog altijd spreken van een padstelling op de weerkaart en met een groot hoge drukgebied ten noordwesten van ons en lage drukgebieden daaromheen, grosso modo, verspreid ten noorden zowel als ten zuiden. Maar wij zitten in de invloedssfeer van dat hoge drukgebied. Nog altijd in een koele noordoostelijke tot noordelijke stroming. En daarin trekt vandaag ook weer een zwak frontje mee. Stelt niks voor, er valt sowieso geen neerslag uit. Maar er zijn wel een aantal wolkenvelden mogelijk. Vanochtend vroeg lag er op de Noordzee een veld met lage stratuswolken. Nu, we kennen die luchtsoort en die wolkensoort. En ja, dat kunnen vervelende wolken zijn. Die kunnen in de loop van de ochtend tijdelijk weer aan de kust opduiken. Met daar mogelijk weer tijdelijk of per moment een hardnekkige wolkenvelden die binnenlopen vanaf de Noordzee, maar landinwaarts lossen die dan weer grotendeels op. Vanmiddag draait dat dan om, dan gaat aan de kust heldere, drogere lucht binnenlopen, terwijl er dan landinwaarts wat stapelwolken kunnen gevormd worden. Dus ja, het zal een beetje nauwkaasten zijn in de loop van de dag waar precies de bewolking opduikt. Het is moeilijk van voordien te voorspellen, maar dat zou een beetje de grote verdeling moeten zijn. Ook de zon speelt dus zeker en vast mee en zal haar duit in het zakje doen. Vooral dan eigenlijk vanmiddag aan zee en elders eigenlijk de hele dag zijn er perioden met flink wat zon. Maar de temperaturen, ja, die blijven gematigd in die noordelijke aanvoer. 13 graden op het strand en aan de zeedijk. 14, 15 in de kustregio. 16, 17 in het centrum van West-Vlaanderen en in het noordoostelijke deel van Oost-Vlaanderen. En dat kan tot een 18 graden oplopen in het zuiden van West-Vlaanderen en dieper landinwaarts in Oost-Vlaanderen. Echter, we krijgen weer meer wind. Die wind komt uit het noordoosten. Aan zee draait die in de middag naar het noorden en die gaat vooral daar weer fors aantrekken. Tegen het eind van de dag zelfs naar een 5, ja, wie weet mogelijk zelfs tijdelijk 6 beaufort. Dat is toch wel behoorlijk veel wind, met uitzichten tot 50 km per uur aan zee. Boven land is die wind er ook, maar hoe dieper je landinwaarts gaat, hoe minder die aanwezig is. Maar toch ook daar spant die in de loop van de dag weer aan. Vanavond en vannacht dan verdwijnen de wolken. De wind gaat liggen, of toch grotendeels. En de minima zakken onder een heldere tot lichtbewolkte hemel tegen de ochtend naar een graad of 8. Morgen dan krijgen we meer zon. Duidelijk veel minder of zelfs helemaal geen wolken. Er zullen er wel een paar zijn, maar niet de hele tijd. En de temperatuur, ja, die kan er misschien een graadje bij doen, maar ook weer met die wind. Ook morgen speelt die wind op en kan weer aan zee richting een 5 beaufort gaan tegen het eind van de dag. In het weekend zitten we met dezelfde elementen, al lijkt het iets zachter te kunnen worden. Zaterdag zit de wind wat meer in de noordoostelijke richting. Pas op, aan zee krijgt die in de namiddag toch sowieso weer een zeebriescomponent uit het noorden. En er zou daarmee wat zachtere lucht aangevoerd worden. Landinwaarts kunnen we misschien zaterdag dan toch richting een graad of 20 gaan. Aan de kust halen we dat niet. Daar moeten we met 15, 16 graden tevreden zijn. Wat dan in de namiddag weer afgezwakt wordt door een zeebries. Zondag zijn er weer meer wolken aanwezig. Maar het raakt niet helemaal bewolkt. Misschien per momenten is. Maar de zon komt wel telkens terug. Omdat er dan weer een zwak frontje doortrekt. En er komt, jawel, hoe raad je het, ook weer meer wind. Vanaf maandag zet ik er de pluim bij en dan zien we toch een verandering ten opzichte van de vorige dagen. Was het de vorige dagen een enorme spreiding die we zagen, dan is die wat minder geworden volgende week in het voordeel van de zachtere oplossingen. Maar ik blijf daar heel voorzichtig mee. Er zijn berekeningen dat het hoge drukgebied ten noordwesten van ons wat dichterbij zou schuiven, waardoor dan wat zachtere landlucht binnenloopt. Maar het sluit toch allemaal heel nauw aan. Je ziet in die pluim dat er ook duidelijk nog koelere oplossingen zijn. En een kleine verschuiving is voldoende om ons weer meer in een noordelijke stroming te duwen met wat lagere maxima. Eén ding is zeker, het blijft droog. Het blijft ook volgende week vrij zonnig tot zonnig. Af en toe schuiven er eens wat wolken voorbij. En waarschijnlijk gaan de temperaturen hoger zitten, al durf ik daar zeker nog de vlag en de wimpel niet voor uit te steken. Zo, je bent weer helemaal bijgepraat. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen. Dag.